Het was druk gisteravond bij de insprekersmicrofoon met vooral verontruste ondernemers uit de rondvaartbranche. Mevrouw de wethouder, voorzitter, geachte raad, hou nou toch eens op, echt. Ik zou de hier aanwezige raadsleden en wethouder willen vragen hoe zij in hemelsnaam denken dat de nota zoals die nu voorligt de door deze raad gestelde doelen als schonere vloot, minder overlast en echt eerlijke verdeling van vergunningen gaat bereiken. Want dat is de opgave voor wethouder Dijksma. Rust en orde terugbrengen op de grachten en nieuwe toetreders een kans geven in de passagiersvaart zoals Brussel voorschrijft. Maar onder andere wil het college 471 boten die nu varen intrekken en vernietigen of ik weet niet wat. En dan kun je weer meeloten en dan willen ze 550 grotere boten terugplaatsen. En dat om overlast en drukte te voorkomen. Ja, ik snap hem niet waar het dan rustiger van wordt, maar dat is hun plan. En dat plan heeft dus grote gevolgen voor de insprekers. Ons grootste pijnpunt is dat voor alle boten, dus wij hebben 42 reders, dat die hun bedrijf moeten opdoeken. Dat zijn mensen die met heel veel liefde varen. Vaak zelf varen, zelf de afwas doen. Samen met mijn vrouw Milou van Bodegraven heb ik een familiebedrijfje. Ik heb zelf een oude boot van bijna 100 jaar oud, waar we 2 jaar aan het restaureren zijn. Er zit 3 ton in. Die moeten weg om iemand anders de kans te geven in een heel korte termijn. Want het plan kan vooralsnog op steun van de coalitie rekenen. En dat betekent dat in september de nieuwe nota in principe van kracht gaat worden. Ik heb eigenlijk niks met deze nota te maken. Ik wil gewoon blijven varen. Dank u wel. Binnen 1,5 minuut. Dank u.